Zaterdag 27 september om 7 uur 's avonds trapte TSC af tegen de koploper uit de hoofdklasse, Gemert. Voor ruim 600 toeschouwers speelde TSC een puikerpartij voetbal. TSC begon sterk tegen koploper Gemert. Met uitstekend combinatiespel werd Gemert onder druk gezet. Dat leverde na 10 minuten al een kans op. Linkerverdediger Walter Kiyomeni rukte op, maar zijn voorzet werd door Kurtley de Wind bij de eerste paal net naast geschoten. Vier minuten later kreeg TSC-trainer Lea Temia een rode kaart. Terwijl het spel stil lag, gooide hij een bidon met water naar verdediger Akihiro Takasawa, maar raakte daarbij assistent Lagerwaard. Hoewel Lea Temia meteen zijn excuses aanbood, stak Lagerwaard zijn vlag op en adviseerde Meiling, de hoofdscheidsrechter, om rood te geven. De arbiter volgde dat signaal dan ook op. Halverwege de eerste helft bereikte Leon Heese Joel Sanaki op rechts, die met zijn voorzet de wind bereikte en die kopte hard raak. 0-1. Na dit doelpunt ging Gemert aanvallender spelen, maar echte kansen leverden dit niet op. De ploeg bleek wel degelijk vooruit te kunnen voetballen en bracht TSC tot 2 maal toe in de problemen. Na rust vergat Haarbraken van Gemert een fout van doelman Sebastiaan van der Sman af te straffen en kon Walter Kiyomeni alleen voor doelman Sven van Ommeren het net niet vinden. Met nog een klein half uur te spelen staakte arbiter Raymond Meiling uit Enter het duel tussen TSC en Gemert. De Tielse hoofdklasser leidde op dat moment nog steeds met 1-0. Op advies van zijn eerste assistent hield Meiling ermee op. Dit omdat de verlichting op Sportpark De Lok onvoldoende was. Hoewel de elftallen, trainers en beide besturen door wilden voetballen, was de scheidsrechter onverbiddelijk. Bert Ruijs, hoofdtrainer van Gemert. Een aparte avond. Ja, ik ben nu 52 jaar en ik moet wel zeggen dat ik wel eens mee heb gemaakt dat er een lichtmast uitviel. Maar dat we onder deze omstandigheden en door welke reden dan ook de wedstrijd niet voort mogen zetten, is bizar. Men vindt het licht niet voldoende. En toch zeiden beide trainers en ook de voetballers, laten we die laatste 22 minuten nog maar volmaken, want wij hebben er nog steeds zin in. Ja, zin hebben we altijd. Ik moet wel zeggen dat ik het licht ook onvoldoende vind. Ik denk ook dat je als vereniging je beter voor moet bereiden als je het verzoek doet om op zaterdag te spelen. Alleen op het moment dat je met 1-0 achter staat, uit bij Tech, wat zeker de eerste helft fantastisch speelde, maar wel gaandeweg scheurtjes ging vertonen, zou het in ons nadeel zijn om hier terug te moeten komen. Dus wij hadden liever de wedstrijd hard gemaakt in het laatste half uur, ondanks de matige verlichting, uit te spelen. Gemert doet het al jarenlang goed, hè? Heeft de naam hoog te houden. Jullie komen op bezoek in Tiel. De verwachtingen vooraf? Ja, we hebben ons goed voorbereid. We hebben de ploeg gezien. We weten dat er hier iets groeit. Dat ze heel aardig aan de bal zijn. Dat er een mooie spelopvatting is. En dat ze fysiek ook heel aardig in elkaar zitten. Nou, dan ben je nieuwsgierig naar of ze dat tegen Gemert ook kunnen brengen. En ik moet zeggen, het eerste half uur 100% voor Tech. Maar gaandeweg, wat ik al zeg, scheurtjes. Er kwamen toch wel wat momenten dat ze het niet op konden brengen. Momenten dat ze op een mindere manier druk zetten. Ja, maar goed, nagenoeg nog geen echte kansen gehad. Nee, maar goed, ik zag wel, Joost Haarbraken komt een keer, we krijgen wat corners, we komen dichter bij de goal en dan heb je nog een half uur. Terwijl ik weet dat wij gewend zijn om op dit hoge niveau te spelen. Nou, dat wilde ik dan nog wel zien. En dan, nou ja, goed, als wij hier na deze wedstrijd een puntje hadden weggehaald, dan waren we tevreden geweest. Balen? Ja, natuurlijk balen. Ja, je staat mee in de lachen wat je niet wil. En dan kun je ook nog terugkomen voor 25 minuten. Die ploeg kan zich hergroeperen. Die kan weer lekker fris, net als de eerste 25 minuten spelen. Nou, dan krijgen wij een zware dobber. De scheidsrechter van vandaag voor de camera van de Stads TV. Gestaakt in de 67e minuut. Waarom?
gestaakt in de 62e minuut overigens. Wegens niet voldoende licht aanwezig op het veld. De hoeken waren dusdanig donker dat we de gezondheid van de spelers niet konden waarborgen. Dat mijn assistent niet kon bepaalde situaties kon waarnemen. Dat ik zelf een aantal situaties niet heb kunnen waarnemen. Ook niet heb kunnen communiceren met mijn assistent. Spelers van met name de uitploeg, ook van de thuisploeg, komen bij mij dat het behoorlijk donker is. En dat is voor mij een reden geweest om te overleggen met in eerste instantie bij de aanvoerders. Vervolgens overleggen met beide trainers en met mijn assistent. En dat heeft mij doen besluiten om de wedstrijd definitief te staken. Wat zeggen de regels precies als het gaat om licht? Wij moeten de spelers, of de gezondheid van de spelers kunnen waarborgen binnen deze wedstrijd. En dat kan ik niet. Nou is hier eerder gevoetbald in de avond. Onder andere MVV is hier vorig jaar geweest, eerste divisieclub. Toen zijn die wedstrijden wel uitgespeeld. En Jong Ajax is hier ook geweest. Ik beoordeel deze wedstrijd. Uiteraard kan ik niet wedstrijden beoordelen die vorig jaar zijn gespeeld. Weet ik ook niet hoe de duisternis toen was. Dus ik heb alleen op deze wedstrijd beoordeeld. Over de wedstrijd zelf. Mooie wedstrijd. Hoe hebt u dat zelf ervaren als scheidsrechter? Het was een prachtige wedstrijd. Op en neer spel. Goed voetbal van beide kanten wel. Dus wij waren eigenlijk met z'n drieën wel aan het genieten. Heel in de rust om met elkaar over gehad. Dus er leek ook niets aan de hand. Nee. Een rode kaart. Dat was nog wel een opvallend moment dat viel voor de trainer van TSC. Waarom was dat? Ja, we hebben afgesproken dat we alleen over de situatie van de duisternis zouden hebben en niet over de rode kaart. Nog even terugkomend tot slot. De beide trainers gaven aan dat ze wel wilden uitspelen. Is daar nog wat mee gedaan verder? Ja, blijkbaar niet. Maar in hoeverre wordt dat gewogen? Dat wordt zeker meegewogen. Alleen, zoals ik net ook aangaf, wij zijn verantwoordelijk. Of ik ben uiteindelijk eindverantwoordelijker voor de gezondheid van alle spelers. En ook de situaties kunnen beoordelen met mijn assistent. Of met mijn assistenten. En ja, dat kon ik niet. Ik snap natuurlijk wel, met name voor de uitploeg, dat ze hier naar terug moeten komen. Dus dat neem ik wel mee in mijn overweging. Maar uiteindelijk hebben we de besluit genomen dat we niet verder konden. Een mooie wedstrijd hebben we gezien tot aan de 68e minuut. Toen was het voorbij. Ja, daar schrok ik wel van, ja. Ik denk, we hebben net twee mooie lichten erbij gezet, extra nog. En tegen MVV was het geweldig. En dan speel je tegen een eerste divisieclub. En dan speel je een wedstrijd op een zaterdagavond tegen een hoofdklasser. Met drie grensrechter en een scheidsrechter. En dan is het in één keer de lichten niet goed. Vooraf toch een beetje poe. Vorige week namelijk flink op klop gekregen met 4-0. En de nummer 1 die kwam, Gemert. Het ging niet slecht. Nee, het ging hartstikke goed. Maar wij weten dat we goed kunnen voetballen. En we hebben de lering uitgetrokken van vorige week. Goed gevoetbald en de deksel op de neus krijgen. Ja, over vorige week nog even kort samengevat. Hoe kwam dat nou, die 4-0? Ja, er zijn twee momenten waar we niet attent op waren. En een omschakelmoment en een penalty tegen. Dus ja, maar goed, niet vergeten, je jonge ploeg. Eerste jaar in de hoofdklasse. Dat vind ik niet zo erg. Nee, en het leek erop, hè, als je een uitslag ziet van 4-0, dat je weggespeeld bent. Maar dat was niet het geval, hè? Nee, we waren de eerste 20 minuten zelfs de bovenliggende partij. Ja, en door één fout van ons, dat weten we nou ook weer. Dus daar moeten we lering uit trekken. En we hebben dat volgens mij vanavond wel laten zien. Tot aan dat het 68 minuut, geloof ik, ja. Nou, even over de wedstrijd zelf tot nu toe. TSC in het begin voorzichtig, maar wel aanvallen. Op een gegeven moment was ze schoon weg, hè? Nou, ik weet niet. Nee, wij voetballen altijd zo. Dus wat dat betreft maakt het niet uit of dat Gemert is of welke vereniging dan ook. Wij spelen altijd herkenbaar en dominant willen we zijn. En we moeten alleen lering uittrekken uit de wedstrijd van vorige week. Maar wij willen altijd dominant spelen. En je ziet zelf bij Gemert dat ze daar geen antwoord op hadden en dat ze daar ook terugtrokken. In de 18e minuut de goal. Kun je hem nog voor de geest halen? Ja. Joel met het buitenkantje links. Curtly die kopt haast nooit. En die springt iets hoger dan de tegenstander. Ja, dat is het 1-0. Daarna zijn er ook nog kansen geweest. Hè? En Gemert heeft eigenlijk niet veel laten zien. Waar komt dat nou door? Nou, ik denk dat het eerder door ons komt dan door Gemert. Gemert is natuurlijk een fantastische ploeg. Speelt jarenlang in de hoofdklasse.
Maar wij spelen gewoon fantastisch voetbal. En zoals ik al zei, we moeten gewoon wat meer lering uittrekken uit de vorige wedstrijden. Waar we heel dominant zijn, maar te veel kansen weggeven. En nu zie je dat tot de 68 minuten. Ja, goed voetbal. En dit moeten we eigenlijk volhouden tot de 90 minuten.